Um, dus wordt maatschappelijk belang instrument. Uh, de eerste uh, uh, waarde was uh, onafhankelijke uh, regelgeving in het Engels independence, en uh, die komt eigenlijk van de Europese onafhankelijks uh, vereisten. Uh, die gaat eigenlijk over dat er voldoende uh, juridische waarborging uh, moet zijn om ongewenste beïnvloeding uit te sluiten. Nou, dat is een hele zinvol. Wat betekent dat nou eigenlijk specifiek voor de warmtetransitie? Dat betekent dat uh, beslissingen rondom de transitie zo onafhankelijk mogelijk van uh, marktpartijen plaats moeten vinden. Uh, en daar hebben we dan eigenlijk uh, twee indicatoren aan vastgehangen. Uh, dus voor deze waarde, uh, of één indicator voor, bedoel ik. Dus voor deze uh, waarde hebben we de indicator gelijk speelveld eerlijke concurrentie. Uh, dat dat belangrijk is voor de warmtetransitie.